Is het hier een beetje leeg gevist? Dit is één van de 40 vrijwilligers die al de hele ochtend bezig is om Zuidplas het kraaiennest klaar te maken voor de grutto. Deze en andere weidevogels kunnen meer eten in ondiep water vinden. En daarom zijn er 2 plassen in Midden-Delfland afgepompt en leeggevist. Het gaat heel slecht met de grutto. Als deze tendens doorgaat, dan hebben we over 10 of 15 jaar gewoon geen grutto's meer in Nederland. Ze komen in februari uit Afrika. Dan willen ze graag in ondiepe plassen hun voedsel zoeken. En om deze plas te verondiepen, dus we laten het water gedeeltelijk eruit lopen, wordt het een ideale plek om aan te sterken om aan hun broedseizoen te beginnen. Want een vogel die goed doorvoed is, heeft ook meer kans om zijn kuikens groot te brengen. En zelfs de sportvissers die hun visplek kwijtraken helpen mee om de grutto-plas te realiseren. Daarvoor moet wel eerst alle vis voorzichtig uit het water worden gehaald. Ik ga nu weer naar de jongens die aan het scheppen zijn. Dan komt er een bak, komt er de kant op waar vis in zit. Maar die zit nog onder de baggen uit de plas. En dat wordt dan gespoeld en dat gaat dan weer in het schone water. En dan gaan ze daar in het schone bak. Zodat de vis naar andere wateren in Nederland kan. En dat gaat dan om zo'n 600 kilo. We zijn nog steeds bezig in dat eerste stuk. Want daar zit nog zoveel vis in. Maar door het zware baggerwerk wat je moet doen, is het amper eruit te krijgen. Maar de sportvissers gaan stug door. Want ondanks dat zij hun eigen visstek kwijtraken, zien ook zij het belang van het vogelparadijs in. In ons bestuur was eigenlijk vanaf het eerste moment van ja, deze plas kunnen wij wel afstaan. Als vereniging zijn we er blij mee. Dat is dat, wij zijn allemaal natuurliefhebbers. Dus ja, voor ons is het een plus, denk ik. Dit is het laatste beetje wat ik nu heb. Gooi er maar in. Wij huren van het waterschap Delfland, huren wij de vereniging van ons, huurt ongeveer denk ik 90% van hun water. Dus wij hebben water zat om te vissen.